En ik laat me toch altijd een beetje makkelijk wegzetten. Weet je, ik laat me makkelijk wegdrummen en dan duurt het even voordat je een beetje kan opschuiven. En dat ging dan wel aardig, alleen ja, dan rij je in een groepje. En het is best wel een lastig verschil maken op zo'n parcours waarbij het veel draaikeren en wat rechte stukken zijn. Ja, een goed 3,5 ronde voor het einde maak je eigenlijk contact met een groepje van racer. Ja, klopt. En toen heb ik 2 rondjes op kop gereden. En Britt reed af en toe een stukje op kop. Toen dacht ik, nou, ik kan wel weer versnellen, maar ze bleef toch wel in mijn wiel. Het laatste rondje werd er wel echt gas gegeven, toen was het wel zwaarder. En Reza die kon goed sprinten en Brits had er nog net iets voor. Dus, ja, zit het hem dan misschien in het technische bochtige gedeelte dat je toch net niet makkelijk weg kan komen? Ja, en ik heb nog niet zoveel op explosiviteit getraind. Dus het aanzetten na een bochtje is bij mij allemaal nog net iets te vlak. Dus dan rij je ook niet makkelijk bijna onderweg. Ja, ik ben wel tevreden. Het ging wel lekker. Ik ga zo nog even een uurtje bij trainen. Dat is ook wel lekker. Het is lekker ja, weer. Toch? Ja, zeker. Goed, maar, super. Het was mooi. Ik had van tevoren was ik een beetje stressig. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar dit viel me allemaal wel mee. Dat ik wel toch wel makkelijk reed. Ja. Valt altijd mee. Nou. Toch? Goed. Zo zie je maar weer. Ja, nee, het was leuk.